Dit is hem inderdaad, die award, hè? European Museum of the Year 2019. Dus zijn we natuurlijk super trots op. En dat is best begrijpelijk, want het Boerhaven Museum staat nu samen met onder andere het Guggenheim Museum en het Rijksmuseum in Amsterdam op het lijstje met winnaars. Geweldig dat je zo'n mooie prijs mag winnen. Anderhalf jaar geleden is het museum helemaal vernieuwd en dat heeft zeker bijgedragen aan het binnenhalen van de prijs. Het museum gebruikt persoonlijke verhalen en de modernste snufjes om eeuwenoude wetenschap en geneeskunde begrijpbaar te maken. De ijzeren long is eigenlijk een heel bijzonder apparaat dat gebruikt werd om voor ademondersteuning. Hier het hele persoonlijke verhaal wat je kunt horen van een mevrouw die inmiddels in de 80 is. En toen zij 4 was, was ze zelf polio-patiënt en heeft ze in zo'n ijzeren long gelegen. En zo zijn er nog veel meer verhalen die bezoekers kunnen beluisteren. Maar niet vandaag, want op maandag is het museum dicht. Reden voor de directeur om alvast op zoek te gaan naar een geschikt plekje voor het nieuwe pronkstuk. We hebben al de eerste ideeën ontwikkeld om die op een hele mooie plek in de entreehal neer te gaan zetten. En we hopen vooral dat deze award een reden is voor mensen die al een hele tijd denken van ik moet dat museum toch een keer gaan bezoeken. Dat deze prijs hen nu over de streep haalt om dat eindelijk eens te gaan doen.